Goedemiddag Jan Zoutman. We staan in een regenachtig Wierde, vanmiddag SV ZW. Toch een ander concept als vorige week? Nou, gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet. We kiezen ook weer voor drie verdedigers. Maar we spelen niet met twee centrale spitsen, omdat ik vorige week vond dat zeker als er twee aanspeelpunten zijn, dat we daar toch wat te makkelijk te verdedigen waren. En vandaar dat we nu eigenlijk in een, noem het maar een 3-4-3 opstelling spelen. Met wel vrijheid voor de voorste, met name de drie die om Ramić heen spelen, om veel van positie te wisselen. En ook ruimte voor jongens als Cerezo, Raymond Arnoud om regelmatig bij te sluiten. En hetzelfde geldt voor de backs. Dus we willen het wat meer in beweging zoeken, maar wel met een goede flankbezetting. En wat meer mogelijkheden in het centrum door daar met lopende mensen te komen. Denk je dat het ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen SVZW wat veranderd is bij deze ploeg? Behalve dan dat ze een trainerswissel hebben gehad? Nou, dat is natuurlijk wel iets belangrijks. Omdat er natuurlijk door een trainerswissel altijd nieuw vuur in de ploeg komt. En dat is altijd de combinatie van en de ploeg voelt zich meestal verantwoordelijk voor het vertrek van de trainer. En de nieuwe trainer gooit zijn eigen sausje daar overheen. Dus daar zal in positieve zin wat veranderd zijn. Ze hebben de laatste twee wedstrijden 4 punten gehaald. Maar het karakter van de ploeg, en dat zei de trainer ook, blijft natuurlijk gewoon dat het een voetballende ploeg is. Die ongetwijfeld heel strijdvaardig zal zijn vandaag. Maar het is niet een ploeg van alleen maar lange halen en de beuk erin. Het is gewoon een voetballende ploeg. Waar wij denk ik goed tegen uit de voeten moeten kunnen. Maar wij zullen wel qua arbeid en instelling hetzelfde moeten brengen als dat SVZW doet. En zoals we dat zelf eigenlijk vorige week met name de tweede helft ook gedaan hebben. Vorige week speelde Wouter van Hoofd in de basis. Hij speelde een behoorlijk goede wedstrijd. Toch zet je hem weer op de bank en kies je voor Bronckhorst. Ja, nou, ik heb daar dus een andere mening over. En ik vind dat Wouter natuurlijk een paar goede momenten had. Heel hard gewerkt heeft. Maar met name combinerend in balbezit, in kleine ruimtes. Ja, toch weinig heeft kunnen doen. En we hadden verwacht dat hij wat meer ruimte zou krijgen. Maar Rijnsburg speelt natuurlijk gewoon met een slot op de deur. Dan is het ook lastig. En ik vind dat Michael daar dan toch een wat beter gevoel voor heeft dan Wouter. Plus dat Michael en Joffrey ook regelmatig van positie kunnen wisselen. Omdat Michael ook redelijk op rechts uit de voeten kan. Oké, Jan Zoutman, veel succes vanmiddag en tot na de wedstrijd. Dankjewel. Go for it.
Oh!
blessuretijd wordt de stand 0-4. Bart van Wieringen, gefeliciteerd met de 4-1 overwinning, maar net de 0 weer niet houden vanmiddag. Hoe kan dat? Ja, nou, ik denk dat we er nu niet zo heel veel aan kunnen doen. Nou ja, net weer een klutsbal in de laatste minuut. Ja, is wel echt balen. Maar ja, uit een corner, hij blijft hangen in de scrimmage. En ja, we krijgen hem niet weg en zij raken hem en hij valt binnen toch nog. Dat is toch wel een smetje op deze overwinning. Maar ik denk dat we zeker de eerste helft echt weer laten zien hebben hoe we willen voetballen. Ja. En ja, het ging de eerste helft vooral echt goed en de tweede helft was vooral ook wel tegenhouden. Kwamen er ook nog een paar keer goed uit met een overtal, maar dan spelen we dan gewoon heel slecht uit. Dan had het misschien nog wel 7-1, 8-1, of liever 8-0. Nou, misschien overdreven, maar die hadden er zeker ook nog wel in gekund. Je viel vorige week, moest je ineens invallen zonder warm te lopen. Dat ja. Lijkt me vrij moeilijk. Het had je grote speler tegenover je, vanmiddag ook weer. Ja. Hoe moeilijk verdedigd is dat voor jou? Ja, bij hoge ballen, lange ballen is dat lastig. Vaak ook als je achter hem staat heb je minder zicht op de bal. Dus dat maakt het wel extra lastig. Maar vaak op snelheid kan ik ze dan gewoon goed bij jou. En dan is het gewoon als eerste de bal hebben. En dan maakt het niet uit of die groot of klein is. Dan win je dat duel gewoon. En dat is dan het belangrijkste. Een verdiende overwinning vanmiddag? Ja, zeker weten. Op basis van de eerste helft sowieso. En de tweede helft hebben we gewoon wel goed verdedigd en stand gehouden. En hadden we het gewoon uit moeten breiden. Is niet gebeurd, maar gewoon een goede overwinning. Hoe kan het dat het zo'n tweede helft dan toch minder loopt dan zo'n eerste? Is dat gemakzucht wat erin sluit? Of is dat een omzetting? Nou ja, zij gaan natuurlijk met 4 voorin spelen. Gaan alles naar voren gooien, zetten ons vast. Wij komen minder tot voetballen. Eerste helft konden wij gewoon opbouwen nog. Lieten we telkens een mannetje uit het middenveld uitzakken en konden we gewoon de opbouw zoeken. En dat ging prima en nu zetten ze ons gewoon vast. Dus moesten we veel minder lange bal gaan spelen. Werd het een beetje ja, lange ballen voetbal en dan veel minder voetbal over de grond. Daar zijn wij toch iets minder sterk in. En ja, dat was het verschil. Maar dan moet je gewoon stand houden in de verdediging. En af en toe op die counter eruit. En afmaken, want we kwamen gewoon een paar keer goed door. En dan moet die bal er ook gewoon in, vind ik. En ja, dat is wel dat is het grootste verschil, denk ik. Mijn slotvraag. Je bent dit seizoen als laatste bij de selectie gekomen. Hoe bevalt het? Ja, steeds beter. Het was aan het begin zeker wennen. 7 jaar Utrecht. Dus dan, ja, het is een hele kanteling in. Ja, het is heel anders. De club is heel anders. Maar ja, ik had gewoon even een tijdje nodig om een plekje te vinden. En ja, het gaat gewoon steeds beter lopen. En dan, dat merk je dan ook aan jezelf. En je gaat je lekkerder voelen. Maar aan het begin had daar wel moeite mee, zeker. Maar... Heb je het naar je zin? Ja, ik heb het zeker naar mijn zin. Ja. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. Jan Zoutman, je boekt vanmiddag een verdiende overwinning op SVZW. Maar ik vond wel een beetje een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft goed voetbal. De tweede helft vond ik het voetbal van ons wat minder. Je geeft weinig weg, tot op het laatste minuutje na. Maar... Ja, maar goed. De eerste helft hadden we inderdaad een prima niveau. Raymond Bronckhorst als inschuivende man was vaak vrij. Waardoor we goed druk naar voren konden zetten. En ook in balbezit makkelijk konden voetballen. Ja goed, dat resulteert dan in een 0-3 voorsprong met rust die denk ik niet eens geflatteerd was. En ik vond ook dat we de eerste kwartier na rust die wedstrijd onder controle hadden. We hadden afgesproken als zij er een spits bij zetten dat Cerezo die tweede spits voor zijn rekening zou nemen. Nou dat gebeurde. En ook het eerste kwartier na rust kregen we natuurlijk een aantal uitstekende mogelijkheden. Maar op het moment dat je daar niet scoort en met name de fase vond ik na het uur werden we wat slordiger aan de bal. Ja, dan gaat het hele goede van de eerste helft er een heel klein beetje vanaf. Je zegt de fase na het eerste uur, we zouden ook kunnen zeggen na de wissel van Arnoud van Toorn. Waarom wisselen jullie die? Die had een blessure, want Arnoud speelde fantastisch. En niet alleen door zijn doelpunten, ik vind dat Arnoud al een aantal weken fantastisch speelt.
Dus dat had uiteraard niks te maken met zijn prestatie, want daar waren we zeer tevreden over. Alleen Anna had wel wat last van kleine pijntjes, bovenbeen, zijn kuit. En had de eerste helft ook een klein tikje gehad. Dus hij gaf zelf aan dat hij gewisseld wilde worden. Ja, je ziet dat op die positie waar nu Michael terecht kwam, dat je heel zuinig moet zijn aan de bal. Omdat je anders vaak de aanval van de tegenstander inleidde. En dat gebeurde een aantal keer. En Michael herstelde zich gelukkig wel weer. Maar op een gegeven moment hebben we besloten om Jan in de spits te zetten en Wouter op de positie van Michael. Dat had natuurlijk ook nog met de frisheid van Wouter te maken. En je zag de laatste 10 minuten dat wij eigenlijk weer 3-4 hele goede kansen creëren die wij daar net niet lekker uitspelen. En eigenlijk door een fout van hun keeper wordt het nog 0-4 voordat zij in de allerlaatste seconde de 1 nog redden. Ja, dat kun je wel stellen van deze wedstrijd, dat je eigenlijk niet eerder zeg maar, een aantal goede kansen afmaakt in de tweede helft. Nee, maar goed, ik kijk vooral naar de goede kansen die we wel afgemaakt hadden. En de fase waar het er om gaat, en dat is natuurlijk altijd de eerste helft. Daar benutten we van de 6 goede kansen benutten we de 3. Nou, dat is prima. Er zat een aantal hele goede aanvallen bij. Wat heel positief was, is dat we heel veel druk op de bal hadden. Zij kwamen eigenlijk niet aan voetballen toe, met name na de 0-1 niet meer. Dus ja, ik kan alleen maar tevreden zijn over de wedstrijd van vandaag. Jan, met die tevredenheid wil ik je feliciteren en dank je wel voor het interview. Graag gedaan.